Ja, maar dit is het wel eens even genieten, die eerste twee wedstrijden. En dan nu de harde realiteit van de Eredivisie vandaag. Ja, harde lessendag in effectiviteit, in handelingstempo, in naïviteit. Dus ja, dan staan de harde cijfers 1-6 op bord. En hoe kijk je daar dan als trainer? Ik bedoel, word je dan boos of is het inderdaad gewoon leren? Hier? Nee, ik ben altijd realistisch. En ik zei van tevoren al vandaag in mijn wedstrijd spreken van voor merendeel van deze jongens, echt grotendeel, was het vandaag voor het eerst een wedstrijd tegen een topclub. Nou, dat soort dingen moet je ervaren. Je moet zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven. Nou, dat deed we natuurlijk niet. Na twee minuten al een domme cornerbal terug weggeven. Ja, dan wordt dat gelijk afgestraft. Daarna voelen we best wel aardig. En dan wordt eerst best de volgende corner afgestraft. En dan is de achterwedstrijd bijna klaar. Dan kom je ook niet meer terug naar deze tegenstanders. Dus ja, wel een goede les. Met name ook individueel ook voor jongens in handelingstempo. Het tempo moet natuurlijk veel meer gevraagd. En zie je dat ze daardoor ook heel slordig worden en veel fouten maken. Dus ja, goed voor de bagage. En dat leer je alleen maar door dit soort wedstrijden? Ja, nee, duidelijk. Ik bedoel, je kan het wel zeggen, maar dat is makkelijk. Maar dat helpt natuurlijk niet. Je moet natuurlijk ervaren om met name tegen een topclub. En zeker als ze voorkomen, want zo goed begonnen ze niet. Ja, want als je iets niet kan gebruiken, is het een snelle tegentreffer. Nee, dat, natuurlijk, ja. Maar dat weet iedereen. En ja, ook dat zijn lessen die dan hard zijn, maar wel goed. Ik verwacht niet dat er nog een keer zo'n bal gaat spelen. Dus dat zijn vervelende lessen, maar wel goed. Dus daar moet je gewoon je voordeel mee doen. En toch was het voetballend helemaal niet zo slecht de eerste helft. Nee, de eerste half uur was wel aardig hoor, inderdaad. En we creëren twee hele goede kansen. Dus dat was wel aardig. Tweede helft vond ik wel naïef. Dan blijven we te veel voetballen en dan nemen we zoveel risico. Dan gooien we de tent zo open. Ja, dat moet dan wel anders. Dan moet je accepteren dat 4-0 staat en dan moet het bij 4-0 blijven. Ja, dan wordt het eigenlijk maar 6-1, want ze hebben nog kansen genoeg gehad. Ja, heel veel. We bleven maar voetballen. En dat irriteerde me als enige vandaag, zeg maar. Gewoon te naïef om dan alles open te gooien. Dat moet anders. Je zou best nog een keertje 3-0 achterkomen tegen een topclub. Ja, dan moet je gewoon een wedstrijd doodmaken. Het voordeel van deze vervelende middag is dat je hem heel snel goed kan maken, want je speelt woensdag alweer. Ja, tegen een hele goede ploeg. Een heel mooi stadion. Dus ja, wel ook al gewisseld na een uur om ook met oog op Twente. Omdat we hier naar kwetsbaar zijn. Doorwisselen. Dus ik hoop dat de blessure van Assekamp meevalt en dan mogen we woensdag gelukkig alweer voetballen. Ja, want we hadden allemaal heel veel zin in deze middag. Hè. Het is dan toch een beetje een dompertje of is dit gewoon iets wat we moeten accepteren dat het gebeurt? Nou ja, allebei denk ik. Het is natuurlijk een domper. Je hebt bepaalde verwachtingen. PSV uitschakeld, wij hebben het goed gedaan. Dat is ook mooi van voetbal. Ja, dus dan dusdanig is, dan valt het natuurlijk tegen als het niet echt een wedstrijd is. Wat je wel graag wil. Dan is dat voor iedereen teleurstellend, ook voor mij. Op naar woensdag. Op naar woensdag.